Ik heb je al geïntroduceerd. Je bent Kamerlid nog niet zo heel lang bij het CDA. 32 jaar, een van de jongste Kamerleden van Nederland. Je bent niet op je mondje gevallen. Je hebt al 200 boeren bezocht, daar gaan we het allemaal over hebben. Maar ik heb een hamvraag in deze tijd. Wat maakt jou gelukkig? Ja, toch mijn gezin, moet ik zeggen. Ik ben getrouwd met Wilma. Ik heb 2 dochters. En ik zie ze helaas door mijn werk wat minder dan ik zou willen. Ja, want dat vraag ik me dan af. Ik zie dan 's morgens van jou een tweet. Dan ben je om 6 uur al bij een boer. Dan sta je in mesten. Ja. En dan kijk ik 's avonds om 11 uur nog even televisie. En dan ben je nog live in een debat over bijvoorbeeld Afghanistan. Dus ik denk, wat, in die tussentijd ben je bezig. Nee, klopt. Door de week ben ik heel veel weg. Ja. Maar ik probeer echt de zaterdag echt thuis te zijn en de zondag sowieso. Voor mij is de zondag echt wel is heilig sowieso. Waarom? Ik ben echt wel opgevoed dat de zondag een rustdag is. En dat vind ik ook. En vanuit mijn geloof. Maar ook denk ik dat het voor iedereen, ook al zou je niet geloven, dat een zondag heel erg goed voor iedereen is om gewoon thuis te zijn. Los van de waan van de dag. Het liefst natuurlijk te besteden in de kerk. Maar dan vind ik het heel fijn om gewoon na zo'n drukke week gewoon echt thuis te zijn en met mijn kinderen te zijn. Vertel eens wat van je dochters. Eva is 6 jaar en Rodé is 4. Zitten allebei nu op de basisschool in ons dorp ook. Super bij de hand. Echt wel handen binnen. Van wie zou ze dat hebben? Van Wilma of van jou? Ja. Dat is een goede vraag. Ze lijken echt op mijn vrouw, maar qua gedrag kan het soms wel iets van mij zijn. Ja. Okay. Ik vertelde net al, je bent een bezige bij. Toen je 16 was, had je al je eigen bedrijf. Ja, klopt. Vanwaar die drive? Want als ik jou volg, ben je een ongelooflijk gedreven mens. Ja. Om je op je 16 al een eigen tent te runnen? Dat was een beetje uit nood geboren. Omdat ik zat toen op het mbo in Utrecht, Kanaleneiland. En een onderdeel van de opleiding was een stage lopen. En we hebben het over 2006, dus de economie ging heel erg goed. Maar ondanks dat lukte het gewoon heel veel mbo'ers. Ja. En nu nog steeds niet, dat is heel frustrerend. Maar niet om een goede stage te vinden, of überhaupt een stage te vinden. En ik heb gezien dat heel veel klasgenoten toen zijn afgehaakt. Die zijn gewoon gestopt met de opleiding. Voor mij was de enige optie beginnen met ondernemen. Ja. En achteraf gezien is dat een van de betere beslissingen geweest. Want ik ben daar eigenlijk tot mijn kamerlidmaatschap mee bezig geweest. En ontzettend leuk. Het ondernemerschap is ontzettend leuk. Is ook aanpoten. Ik werkte heel veel voor projectontwikkelaars. Daar regelde ik eigenlijk alle papierwerk voor. Dus de vergunningen, de financieringsaanvragen. En op een bepaald moment, na een paar jaar, dat is in 2014 geweest, dacht ik, wat zij kunnen, kan ik ook. Dus toen heb ik had jaren gespaard. Ik woonde nog thuis. Toen heb ik een pand zelf gekocht om te gaan ontwikkelen. Want ik dacht, we zijn uit die dip en de markt gaat weer. En toen stortte de economie van Cyprus in. De economie van Cyprus is net zo groot als de economie van de provincie Groningen. Dus waar hebben we het over? Maar het was wel meteen paniek. Ja. Dus de woningmarkt ging weer in een dip. Wat er uiteindelijk resulteerde dat ik mijn ontwikkeling dus niet snel naar verbouwen kon verkopen. Maar dat ik er nog meer dan een jaar aan vast heb gezeten. Dat ik ook wel een moment heb gedacht. Ik denk, dit komt nooit meer goed. Dirk, hard times make you strong. Dat is echt waar. Ja, dat zie ik zeker. Ja. Je bent in een zeer roerige tijd in de Tweede Kamer gekomen. Met een demissionaire kabinet. Met ook afnemend vertrouwen van de mensen in de politiek. Raakt jou dat? Als je denkt, ik werk me uit de naad voor dit land. En tegelijkertijd is het vertrouwen heel laag. Ja, nee, daar maak ik me echt oprecht zorgen over. En dat is voor mij eigenlijk juist meer een drive om toch nog een tandje bij te zetten, om nog meer die boeren te bezoeken. Want als woordvoerder landbouw zie ik heel erg waar dat wantrouwen vandaan komt. En ik denk dat het voor een groot deel ook wel terecht is. Als ik soms zie waar we de afgelopen maanden in Den Haag mee bezig zijn geweest, wat totaal niet de zorgen zijn van de mensen in het land, kan ik me heel goed voorstellen dat mensen afhaken. En daarom is voor mij juist die drijf om zoveel als mogelijk buiten Den Haag te zijn, bij de mensen aan de keukentafel, om die oprechte zorgen te vertalen naar voorstellen waar we wat mee kunnen in Den Haag. Kun je politicus zijn en diepgelovig? Ik zou willen dat heel veel politici diepgelovig zouden zijn. Want dat zou je wat meer losweken van de waan van de dag. En dat zou je namelijk continu, dat zie ik, ik doe dat zelf heel bewust, elke avond, elke ochtend reflecteren van waarom zijn we hier op aarde. En dat je namelijk niet alleen elke 4 jaar je verantwoording hoeft af te leggen aan je kiezers, maar uiteindelijk ook aan God. En dat zet alle gedoe in een heel ander perspectief.
Want jij regeert mee over het Koninkrijk der Nederlanden. Ja. Maar uiteindelijk, Jesaja zegt dat de koninkrijken van deze wereld zullen opgaan in het Koninkrijk van God. Ja. Hoe zie je dat? In welk perspectief? Ik zie het zo dat Jezus komt uiteindelijk een keer terug. Ja. En dan zullen wij allemaal verantwoording af moeten leggen over wat we hebben gedaan binnen al onze beperkingen die er zijn. En dat moeten we doen als iemand die als boer actief is geweest in zijn vak. Ja. En ik moet dat doen als politicus. En ik ben wel van mening dat we hebben een bepaalde verantwoording meegekregen als politici. En die weegt misschien nog wel iets zwaarder. En misschien juist omdat wij ook nog christelijke politici zijn. Laten we eens even naar een stukje film gaan. Want dat vond ik heel opmerkelijk toen ik jou een uitspraak hoorde doen. En tot slot. Zoals ik al zei, heb ik de laatste dagen veel contact gehad met veteranen. Die net als de nabestaanden van veel gesneuvelde militairen op dit moment hele zware dagen nog maken. Hier moet aandacht voor zijn. Het CDA en de SGP willen hun waardering uitspreken voor deze medewerkers van ontwikkelingsorganisaties, voor de ambtenaren van Buitenlandse Zaken en Defensie, die nu alles op alles zetten voor deze evacuatie. En in het bijzonder wil ik Roy Grimwis, die als veteraan momenteel nauw betrokken is bij het proces, waardering uitspreken. En ik weet dat hij met elke vezel in zijn lichaam is begaan met het lot van de Afghaanse bevolking. En dat hij het gevoel heeft dat hij niet voldoende doet. En daarom wil ik zeggen tegen alle veteranen, jullie hebben al zoveel gedaan. Hadden wij als politiek maar meer gedaan. Dank u. Ik dacht, wow. Ja. Maar je was boos, hè? Ik was zo boos en vooral ook gefrustreerd. Want wij zagen al maandenlang een soort ongeluk in slow motion plaatsvinden. En niemand nam de verantwoording. En dit ging en gaat nog steeds over mensenlevens. En ik zag enerzijds een kabinet wat heel erg passief was. Maar ik zag ook in de Kamer collega's die maakten een soort showtje van. En het ging niet meer over de mensen die vastzaten in Afghanistan. Maar het ging meer van hoe kan ik die minister pootje haken. Ja. En dus die twee kanten zag ik en dat maakte me heel erg gefrustreerd. Het kwam echt uit mijn tenen. Zo voelde dat. Ik heb zo dat het over mensenlevens ging, over mensen die op ons verzoek ook hebben. We hebben vrouwen daar gepromoot van, ja. Joh, gooi die hoofddoek af, maak je vrij, kom op voor mensenrechten, geef vrouwen onderwijs. En dan zeggen we ineens van de een op de andere dag, nou jongens, wij hebben er geen draagvlak voor meer in het land, bekijk het maar, we zijn weg. Ja, weet je, dat kan gewoon niet. Dat hoe denk je dat God naar deze wereld kijkt? Deze verscheurde, verdeelde, gebroken wereld? Ja, ik denk met heel veel pijn in zijn hart. Dat dit is exact hetgene waar wat wij niet zouden moeten doen. Wij zijn gemaakt om naar elkaar om te zien en niet voor je eigen belangetjes op te gaan. En hier gebeurde juist hetgene wat we hadden moeten voorkomen. Ja. En schrijnend wat hier is gebeurd. In Hour of Power beginnen we elke zondag met dit credo. Het is niet wat je hebt, het is niet wat je doet, het is niet wat anderen over je zeggen. Ik zie op Twitter wat anderen over je zeggen, dat is niet mals. Maar je bent Gods geliefde kind. Dat is wie je bent. Ben je dat? Ja. Je zegt het wat aarzelend. Ik kom uit de... Ik weet het. Ik kom uit de traditionele kant. Dus maar het helpt wel als je het durft te zeggen. Het is, ja, zeker. En ik zeg het wel met overtuiging, maar ik heb altijd... van de wat orthodoxe kant is het toch wat van, dat moet je allemaal nog maar zien. Ja. En wie ben jij om dat te zeggen? Ja. En ergens ben ik blij dat ik die kant ook mee heb gekregen. Want dat houdt je ook oprecht nederig. Maar soms zou ik willen dat ik iets vrijmoediger erover kan. Ik zie wel eens collega's ook in de Kamer, bijvoorbeeld een Don Seder, die daar heel vrijmoedig over kan praten. En dan denk ik soms, ja, had ik maar iets meer van dat. Dus dat is, het is altijd een beetje een worsteling. Even wat anders. Jij hebt een boek geschreven over de 26e president van Amerika. Ja. Dat is jouw held. Jazeker, ja. Dat is Theodore Roosevelt. Waarom? Waar wij nu behoefte aan hebben is leiders die over hun eigen schaduw heen stappen. Die bereid zijn om soms in het publieke belang impopulaire maatregelen te nemen. En dan zeg ik het een beetje plat, maar die een beetje scheid te hebben aan de publieke opinie.
Komt er zotte bij de boeren elke morgen, dus ik snap dat je... Ja, dat, precies, dan is de, kan ik dat nog wel zeggen. Maar en heel veel uitdagingen waar wij nu tegenaan lopen, die waren er 120 jaar geleden ook. En Theodore Roosevelt was iemand die uit een rijke familie kwam. En die echt bewust de sloppenwijken is ingegaan om te kijken, joh, wat gebeurt hier? En die heeft gezien dat arme mensen werden uitgebuit door mensen uit zijn eigen klasse. Ja. Dus die is meteen als politicus meteen gekomen met wetgeving op woningbouw, op minimumloon, op een maximaal aantal uren werken. Nou, dan maakte hem in zijn eigen achterban of in zijn eigen bubbel maakte dat hem niet populair, maar hij deed het wel. En zo heeft hij het ook bijvoorbeeld gedaan om de natuur te beschermen in Amerika. Hij zag gewoon met dit tempo blijft er niks van de natuur in Amerika over. Nou, dat, mensen zagen dat totaal niet. Hè. Dat is nu, moet je mensen al overtuigen van, joh, we putten de aarde uit. Nou, dat was 120 jaar geleden misschien nog wel veel erger. En hij zegt, joh, we hebben die aarde, die schepping gekregen om ervoor te zorgen. Ook dat onze volgende generaties van kunnen genieten. En uiteindelijk heeft hij ervoor gezorgd dat 1/5 van Amerika werd aangewezen als nationaal park. Jouw opa woonde ook in Amerika, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. En die schreef jouw brieven? Dat is mijn overgrootopa geweest. Overgrote. En maar je hebt ze meegenomen? Ja, zeker. Ja, ik heb een stapel brieven. Die zien er dan zo uit. Deze is uit 24 januari 1915. Ja, een prachtig handschrift natuurlijk. Joh. Dat is echt... fantastisch. Maar die emigreerde in 1914 naar de Verenigde Staten toe. Ja. Omdat zijn schoonfamilie uit Ter Aar, die waren naar Amerika geëmigreerd. En hij was verliefd op de oudste dochter. En hij dacht, ja, ik ga trouwen en ik kom terug. Hij is nooit meer teruggekomen, hij is daar getrouwd. Mijn opa is daar geboren. En zijn ouders zijn allebei in 1919 twee dagen na elkaar overleden aan de Spaanse griep. Maar voordat het zo ver kwam, schreef hij dus brieven terug naar Nederland over zijn ervaring, hoe hij naar kijkt. Ja. Ja, dat is fascinerend. Wat raakt je in zijn brieven? Nou, lees eens wat voor als je wilt. Nou, het ging dus net voor de Eerste Wereldoorlog weg. En toen hij daar kwam, brak hij uit. En toen schreef hij, als ik dan nu al die ellende nu weer zie in Italië met die aardbeving waar duizenden mensen zijn omgekomen. Of ik zie, zoals geschreven in de laatste boeken van de Bijbel, dat in de laatste dagen er gevochten zal worden in de lucht. Ik zie dat nu ook gebeuren. Het kan niet meer lang duren of deze aarde houdt op te bestaan. En hij doelde natuurlijk op, in de Eerste Wereldoorlog werden natuurlijk vliegtuigen voor het eerst ingezet. En ja, hij had nog nooit een vliegtuig gezien. En ineens werden die dingen uitgevonden en ze werden ingezet om elkaar te vermoorden en te vechten in de lucht. Dat is meer dan 105 jaar geleden inmiddels. Ik vind dat fascinerend om te lezen en tegelijkertijd leert het me nu heel erg relativeren. Dat mensen continu zeggen, nou, dat duurt niet lang meer. Dat ik denk van ja, we weten het niet. Ja. We moeten altijd bereid zijn, maar we weten het gewoon niet. En dat zet mij altijd wel aan het denken. En dan denk ik ook die arme man, die moest dus weten wat er allemaal nog ging gebeuren. Ja. En, dus het is wel, ja, het is heel fascinerend. Hoe zie je het leven na dit leven? Heel veel politici geloven daar niet in. Die zeggen het is het hier en nu. Ja, nou, daar geloof ik niet in. Het maakt mij soms een beetje somber als ik denk van je zou dat maar denken dat het hier en nu is. En dat dood is. Het maakt mij juist heel hoopvol dat ik weet dat er na dit leven een nog veel mooier leven is. Waar wij bij God en bij Jezus mogen zijn. Dat put ik wel troost uit. En zeker als je heel veel... Ik heb een heel mooi leven. Ik mag helemaal niet klagen. Maar als ik wel heel veel ellende zie, denk ik van nou, dat gaat allemaal over. En dat geeft mij heel veel hoop. Derk, ik hoop dat je iedere keer met die hoop gewapend vanuit het CDA-gedeelte in de Tweede Kamer naar het spreekgestoel stapt en dit nog lang mag doorgeven. Dank je wel. Dank je wel. Ik heb echt oprecht bewondering voor je. Hoe je erin staat, wat je doet en wie je bent. En een mooi mens en een goede politicus. Ik heb een cadeautje voor je. Ik citeerde hem al. Je hebt de Mount Everest beklommen, hè, geloof ik? Nee, Mont Blanc. De Mont Blanc. Ja, deze, Mount Everest staat nog op mijn... Mount Everest staat nog wel op mijn lijstje, maar dan moet ik eerst thuis toestemming krijgen. Ja. Het is wel grappig, want je hebt de Mont Blanc beklommen, bijna aan de top en... Ja, dat was heel frustrerend. Ja. We waren er echt bijna, het was echt een paar honderd meter en toen sloeg het weer om. Onweer. Ja, en dan is er geen. En dan kan je nog tegen je klimleider zeggen: oh, we gaan al door. Ja. En die zei gewoon: nee, jongens, we gaan terug. En... Nou ja, deze bergen die zijn er een afbeelding van. En de laatste zin is: wat je doet, zijn liefde met de wereld delen. Alsjeblieft. Geweldig.
Vrienden, welkom bij het YouTube-kanaal van Hour of Power. Hier vind je de interviews die ik mag hebben, inspirerende toespraken van Bobby Schuller en de muziek uit onze uitzendingen. En ik hoop dat de gesprekken die ik mag voeren met bekende en onbekende Nederlanders je ook zullen bemoedigen. Nou, ik nodig je uit om het abonneerknop in te drukken op het YouTube-kanaal en zo met ons in contact te blijven. Tot ziens bij Hour of Power via YouTube.